Spaarse Vrijdag. Hoe vind je het dat ze het hier doen? Ja, ik vind het goed. Ik vind het betere invulling dan de afgelopen jaren. Ik denk dat dit een betere aanpak is dan wat we hiervoor deden. Ja. En wat vind je dan zo belangrijk dat dit vandaag wordt gevierd? Ja, ik denk dat er meer acceptatie sowieso moet komen. En sowieso vind ik het goed dat er meer over gepraat wordt. Meer mensen zich er bewust van zijn. Nou ja, wij hebben eigenlijk niks georganiseerd. Dat hebben de leerlingen gedaan. Maar op zich is dit een hele mooie aanpak, denk ik. Vorig jaar zijn we de klassen langs gegaan. En je merkte daar dat er toch wel wat weerstand ontstond. Omdat het min of meer opgelegd werd. En nu heeft de GSA op school besloten om het op deze manier te doen. Waarbij iedereen welkom is en een cupcakeje krijgt. En een gesprekje aan kan gaan. En een spelletje kan doen eventueel. En dat wordt volgens mij heel erg gewaardeerd. Ik sluit me helemaal aan. Ik vind het heel belangrijk. Onze school die draagt die slogan: het gaat om jou uit. Het gaat om jou ongeacht je geaardheid. En je doet er gewoon toe. En voel je ook gewoon welkom om te zijn wie je wilt zijn. Ongeacht of het nu wel of geen Pasenvrijdag is. Het gaat gewoon om jou. En waarom is het dan zo belangrijk dat we het vandaag nog vieren? Eigenlijk hebben we het al gehoord van verschillende leerlingen dat de acceptatie nog niet is zoals we die graag zouden willen zien. Het gaat om jou. Dat betekent dus dat iedereen in de wereld mee gaat tellen, mee moet tellen om wie hij of zij is en niet om wat hij of zij is. En één dag in het jaar extra aandacht vragen voor die leerlingen, voor die mensen, is eigenlijk wel het minste wat je kunt doen, denk ik. Ik denk ook dat we zoals nu dit schooljaar echt in een apart lokaal. Sommige leerlingen denken misschien het is echt wel helemaal in het uithoekje van de school. Maar het biedt wel de veiligheid. Dus leerlingen die moeten zich veilig kunnen voelen om een gesprek aan te kunnen gaan met leden van de GSA-groep. Of met een van ons die hier aanwezig is vandaag de hele dag. Ik vind dat ze het goed georganiseerd hebben. Zelf heb ik er niet heel veel mee. Maar ik vind wel dat het belangrijk is dat kinderen die er wel echt... Dat belangrijk vinden dat ook de kans geeft dat ze hier kunnen zijn en met mensen erover kunnen praten. Ja, ik vind het heel goed dat ze de optie geven voor mensen om het echt wel te vieren. Want natuurlijk is het algemeen bekend dat sommige mensen niet helemaal worden geaccepteerd. Dus dat is ook wel lastig voor hun, dat kan ik ook wel inleven, denk ik. En voor sommige mensen ligt het natuurlijk ook wel dichtbij. Hoeft natuurlijk niet altijd, mensen zijn er ook wel echt tegen. En dat kan dan door mening of cultuur zijn dat... mag allemaal. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel heel goed dat ze het wel doen. Wij hopen eigenlijk gewoon mensen aanspreken en hiermee proberen wij mensen te zeggen: joh, jullie mogen zijn wie jullie zijn. Jullie kunnen hier gewoon, als jullie nog accepteren, fijn. Wees gewoon jezelf. Blijf gewoon jezelf. Ga je niet veranderen voor een ander.